zijn speelse honden, saaie honden, lelijke kuthonden. Maar de allerkutste hond is Samson. Ja, Samson is lelijk. Zoals. Ik denk dat alles wat ze kunnen nodig hebben, dat kunnen nodig hebben. Ja, en als ze nog iets moeten hebben, dan dat staat dat hier. Zoos! Pakjes inpakken, dat is toevallig een van mijn specialiteiten, hè. Mijn zoos zegt dat ook altijd. Pakjes, zegt ze, zoals jij pak kan inpakken, zo. Ja, zo pak ik zoos in, hè. Dan kan ik nu naar Samson's en verder. Zo zal het wel gaan, zeker, hè. Het belangrijkste is niet wat in het pakje zit, maar de verpakking. Dag meneer Sapin. En de groeten aan mevrouw, hè? Dag. Wel lap, zeg. Wel lap. Waar? Ah, hier staat er nog één. Ja, die zal er toch nog wel hebben, zeker. Gertje weet jij zo wie voor mij zo gekocht heeft. Kut heeft gekocht? Ja. Nee, natuurlijk, Samson, nee. Dat weet je toch? Niet. Kijk, ik had toch afgetrokken en toen moesten we allemaal aftrekken. Ja. En jij had het briefje getrokken waarop stond aftrekken. Ja, dus jij moest de burgemeester aftrekken. Ja. Dus ik moest er al bij aftrekken. Maar ik weet toch niet wie die andere briefjes heeft afgetrokken. Maar jawel, Gertje, meneer de Raad en meneer Spasti en meneer de burgemeester, die hebben die toch getrokken zo. Dat weet ik ook niet. Maar... Octave en Albert. Ja. Die kloppen nu op de deur. Ja, ik wel, want het klopt doet het niet. Dag iedereen! Oh, dag meneer Spasti. Dit zijn echte kokskleren. En ik draag die omdat ik straks een lekker koksmaal ga koken. Ja, zeg, je gaat dat alleen doen, hè, Albert? Ten eerste is dat Trebla. En ten tweede is dat Trebla. Zeg. Waar is de koksboom? Want ik wil mijn kok onderleggen. Ja, de kerstboom komt klaar. Dat kan toch niet? Kerstbomen kunnen toch niet alleen komen?